Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. En ik dacht, we gaan eens iets leuks doen. Dus ik heb drie paals gemaakt, drie groepjes gemaakt. En daaruit kan je eigenlijk diegene kiezen die jou nu het meeste aantrekt. Ik heb bewust geen stenen of zo gelegd, dus je laat u echt op het gevoel afgaan. Dit is eerste paal, tweede paal, derde paal. En de vraag die ik gesteld heb, die we gaan bekijken, is van. Hoe zit het nu met die relatie? Wat ik nu inzet, of dat je zorgen over maakt, of dat je meer antwoorden over wenst te ontvangen. Dus je kan 1, 2, dus 1, 2 of 3. Ik ga nu één voor één ze allemaal gaan bekijken. Dus deze gaan we eventjes aan de kant leggen. Dat is nummertje 3. En dan moet ik zien dat ze niet samen liggen, natuurlijk. En nummer 2. Voilà. En dan gaan we aan de slag gaan met de eerste. Ik ga ze uitleggen en dan gaan we kijken hoe het gaat. Dus wat krijgen we eerst is de Nine of Crystals. De Nine of Wands. De Death 13, die is verbonden ook met kreeft. Dus misschien ben je in verbinding met een kreeft. Meer dingen gaan we stukken zeggen. Dan hebben we ook nog Integrity met aartsengel Haniel en de Robijnrode Vlam. En Raziel. Dromen en de wat meer paarskleurige vlam. Dan hebben we nog spirituele evolutie. Set your heart free. En a powerful move. Het zou me niet verwonderen dat degene waar jij nu kijkt, dat jij een tweelingvlam bent. Waarom? Omdat ik hier ook die koning zie met die vlammen. En dat doet me heel hard denken aan de caduceusstaf, die eigenlijk symbool staat van de mannelijke en de vrouwelijke energie die samenkomen. Dus waar sta jij nu in jouw connectie? Ik kreeg het gevoel dat er heel veel onduidelijkheden zijn in jouw connectie. Dat je niet goed weet van wie of wat die persoon voor jou betekent. Of dat misschien wel de bedoeling is of dat jullie een romantische relatie gaan krijgen, ja of nee. En hetgeen wat ik hoor is dat daar gaat het hele stuk of de punt waar jij nu staat in jouw in jouw leven gaat hier niet over. De focus moet nu op dit moment zijn over jezelf. Want je gaat doorheen een spirituele evolutie. En dus is het belangrijk dat je de ruimte krijgt om de dingen die in jouw hart naar boven komen, om die echt te gaan voelen. Om de dingen die je doorheen je dromen, tijdens de nacht, de dingen die je verwerkt, om daar ook echt ruimte aan te geven. En dus focus je niet op enkel maar één iemand persoon als zijnde. Dat is mijn ultieme partner. En dat is degene waarmee ik wil samen zijn. En ik kan nu niet verder, want hij of zij heeft nog geen keuzes gemaakt. Of heeft nog dit of dat niet uitgesproken. Je grootste les, je grootste uitdaging op dit moment is dus die focus op jezelf. En wanneer je dat gaat doen, ga je ook kunnen los en wegstappen van al de lasten en al de zorgen die je nu voelt op dit moment. Want die gaat dus echt doorheen doorheen dat geboortekanaal, doorheen het proces van hergeboren worden. Het weer een nieuw ontdekken wie dat je bent, los van die persoon. Los van gelijk welke persoon, maar gewoon jij als entiteit, als persoon, als ziel, als energie. Wat betekent om jij jezelf te zijn? En daarvoor moet je dus de ruimte krijgen om die balans in jezelf terug weer te gaan vinden. Om die eenheid in jezelf weer te gaan creëren en je te kunnen verbinden met jouw basis. Om weer stabiliteit te vinden in de nieuwe versie van jezelf. Dat is hetgeen wat ik hoor. En dat is belangrijk dat je dan ook integer en eerlijk bent aan jezelf. En dat kan je niet als je aandacht constant gefocust is op iemand anders. En ik wijs weer naar hier omdat dit symbool staat als de andere persoon. Maar dus, je kunt niet doorheen je transformatie gaan. En hetgeen wat dat ook opvalt, dat zijn allemaal ook vrouwelijke personages. Hè. Hier is de vrouw, hier is de vrouw, hier is de vrouw, hier niet. Dus de lasten die je krijgt, komt vanuit een mannelijke energie voort. En dat kan zijn een mannelijke energie echt als man, een manspersoon. Maar het kan ook zijn dat jij de vrouwelijke energie bent. En dat degene waar je mee verbindt, meer die mannelijke energie in zich draagt. En dat zie je ook hier. Hier zien we die koningin, hier wat onderaan, wat onderdanig. En die de koning op een verhoog zet, eigenlijk verafgoot als bijna als het ware, zoals je het hier kan zien. Maar dat is hetgeen dat je niet meer mag doen. Dat moet je mee stoppen. Ik ga nog wat extra kaarten bijleggen voor jou. Kijk,
Dus ik doe het dek open en kom hier weer op integriteit. Dus breng in al je handelingen één. Dus breng in al je handelingen één lijn aan. Dus we zeggen, zorg dat ze in overeenstemming zijn met je eigen waarden en die innerlijke wetenschap van wat goed is voor jezelf. Wat kunnen we nog extra meegeven aan het eerste dek? Wat kunnen we nog meegeven aan het eerste dek? Hou niet zo vast aan anderen om je veilig te voelen. Of geef anderen niet de verantwoordelijkheid om je gelukkig te maken. Want die kunnen jou niet gelukkig maken als jij niet gelukkig bent in jezelf. En dus dat is hetgeen wat we hier ook zo weer zien. Je gaat doorheen een transformatie. Je gaat doorheen het healen van heel voorouderlijke patronen. Kijk ook hoe dat de relatie met je ouders waren. Hoe was de relatie tussen je ouders? Welke ideeën over relaties heb je overgenomen? Als gewoon van ja, zo hoort het en het kan niet anders. Want daar zit jouw ruimte voor groei. En verbreek je banden. Kijk opnieuw weer een bevestiging, een signaal dat het tijd is om hier komaf mee te maken. Dus verbreek de banden met alle dingen die je niet meer dienen. Met alle dingen die niet voor je hoogste goed zijn. Met al die patronen die voortkomen vanuit angst. Vanuit. Ik dacht dat er één omgedraaid was. Even zien. Nee. Vanuit het idee van het moet zo, het kan niet anders. Verbind je met jouw oneindige zelf, oneindige versie van jezelf. En dan ga je zien. Op welke manier dat je zo krachtig bent, echt in je veiligheid en op elk vlak in je leven overvloed en liefde, vrijheid, want dat is hetgeen wat ook hier staat, hè. Set your heart free. Maak je hart vrij en dan pas ga je ten volle kunnen gaan leven en genieten en ervaren. En ja, oké, okay, soms zou je ook dingen ervaren die je liever niet wilt ervaren, maar dat hoort nu eenmaal bij. De groei als ziel. En dat ik nog niet gezegd had. Je kan ook werken met deze twee kleuren van vlammen. Dus de robijnrode vlam. Maar ook de gouden energie die er rondhangt. Dus je kan zijn combinatie gebruiken. En ook hier die violet-paarse vlam. Dat gaat ook je helpen. Net zoals aardsengel Raziel en aardsengel Haniel. Met het verder uitzuiveren van de dingen waar je nu tegenaan loopt. En wat krijgen we hier nog van extra boodschappen? Terug naar liefde en eenheid. Angst voor het leven is erger dan de angst voor de dood. Dat is ook zo. Want je mist heel veel mooie kansen. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Hier weer hetzelfde. Set your heart free. En dan ga je heel veel dingen kunnen ontvangen. Laat menselijke ervaringen je niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren. Omarm je kracht. En je kracht, ja, dat is ook hetgeen dat we hier gezien hebben. Omarm je kracht. Dus. Denk niet dat je vastzit, of dat het feit dat je in een relatie zit of wat dan ook. Want dat is niet, dat is een illusie. Dat is geen dat we geleerd zijn. Maar dat is niet. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie maakt je magnetisch. Ja, weer een verwijzing. Het is belangrijk dat je focust op jezelf en dat je die dingen uitzuivert. En de dingen die niet meer voor je hoogste goed zijn, dat je die loslaat. Dat je die banden, de koorden ermee verbreekt. En ware liefde is hier in je leven om te blijven tot in de oneindigheid. En dat is zo true. Maar je moet het toelaten. Je moet het open zijn. Je hart helemaal openen om het volledig te kunnen ontvangen en er doorheen te laten stromen. Want anders gaat het veel te overweldigend aan zijn en dan ga je vanuit je copingmechanismen eigenlijk mensen weer wegduwen die echt goed zijn voor jou en die echt bedoeld zijn om nu in je leven te zijn. Wat hebben we nog? Het enige wat je moet doen is je licht laten stralen. Yes! Luister naar muziek die je energie geeft. En dans en volg de flow van je lichaam. Dat zijn allemaal vrouwelijke energieën. Dus wat ik hier voornamelijk uit krijg, is dat jou op dit moment het advies voor jou is in de relatie waarin je in zit. Om te focussen op jezelf. Om die vrouwelijke energie in jezelf te gaan helen. Door meer te gaan dansen. Door naar muziek te luisteren die je oplift. En door. Wat was het ook alweer? Ja, door je licht te laten stralen. Dus ga naar binnen. Luister naar je intuïtie. En laat je leiden door. Jouw ziel, want die weet wat voor jou op dit moment goed is. Zo. Ik ga eens een balpen nemen en opschrijven wat de tijd is voor het volgende. Paal voilà, 9:34. Dan gaan we deze opruimen. En gaan we verder. Welkom groep 2. Ik ga eerst met jou de kaarten openleggen en dan gaan we die bekijken en gaan bespreken.
Voilà. Jullie hebben één kaart minder, want in het vorige deck had ik hier twee van. Ook daar heeft ze ook maar één hoor. Dus dat is eigenlijk de eerste groep die een kaart meer heeft. Zo, de vraag is van hoe zit het met de relatie waar ik in zit? Waar ik mijn vragen ontstel of waarom je naar deze video kijkt. Dus we hebben Six of Orbs. Hier de Queen of Cups, dus de koningin van bekers. Spirit of Gratitude met een 43, dus een 7. Hier 22, dus 2 en een 2, dus 22. Het gaat over communicatie. Hier hebben we Aardsengaraffel met de groene, zilveren, diamantenvlam en empathie. En Align Your Universe, Navigate Distractions. En dat is hetgeen dat ik eigenlijk hier ook al door kreeg. Laat me eventjes kijken en luisteren wat ik hoor. In de relatie die je nu zit, is het belangrijk om die verbinding met jezelf opnieuw weer te gaan herstellen. Kijk, hier zie je een dolfijn. En die dolfijn staat eigenlijk symbool voor je hogere zelf. En je hogere zelf probeert op allerlei manieren boodschappen door te geven, maar je zit eigenlijk constant afgeleid in allerlei gedachten. Allerlei gedachten rond jouw wereld. Dat is hetgeen dat je ook zegt, Align Your Universe. Waarom? Omdat je eigenlijk voelt diep van binnen dat, dus die emoties, dat water hier, en dat is hetgeen dat je hier ook ziet, dat er zoveel meer mogelijk is dan hetgeen wat je nu ervaart in je connectie en in je relatie. En hoe meer dat je gaat gaan vertrouwen op die emoties, want nu hou je die eigenlijk nog een stukje tegen, heb ik het gevoel. Hoe meer dat je die gaat gaan healen, want dan zijn ook aardsengel, de engel van healing. Hoe meer dat je dat gaat gaan healen, hoe meer dat je de vrouwelijke energie, dus die emoties gaat gaan healen in jezelf, hoe meer dat je in staat gaat zijn om de kleine zegeningen in jouw leven te gaan zien en om angsten rond het nog meer willen en het nog meer ontvangen, dat die gaat kunnen loslaten. En dat op zich gaat je helpen, is eigenlijk de bouwsteen om verder in jouw relatie, in jouw connectie, jouw emoties te gaan communiceren. Vanuit empathie, maar tegelijkertijd op een hele duidelijke manier. Dus wel liefdevol, wel vanuit je eigen emoties, wel vanuit wat je ervaart en voelt, maar niet meer constant aangepast en afgestemd op van wat je denkt dat de ander zou willen horen. Want dat is hetgeen wat jou op dit moment het meeste vasthoudt. En wat mij nu opvalt, is dat eigenlijk iedere keer die bloem, kijk, ik zie iedere keer die bloem. Dus je houdt jezelf wat in de knot. Je houdt jezelf tegen om volledig te gaan stralen en om eigenlijk je volledige licht te gaan delen met de wereld om jou heen. Dus werk zeker met Aardsengel Raphaël samen om vanuit jouw emoties, jouw gedachten en de manier waarop je in de relatie of naar de relatie kijkt, om die te gaan healen. Want dat gaat jou de relatie brengen. Ik was eventjes aan het kijken naar mijn poes, was ik niet in jouw. Dat gaat de relatie brengen waar je eigenlijk zo diep naar verlangt. Ja? Wat? En ik was aan het luisteren naar wat de boodschap van ja, mijn poes was. Dat gaat ook jouw onafhankelijkheid brengen. Onafhankelijkheid, vooral emotionele onafhankelijkheid. Dus ga je niet meer het gevoel hebben dat je anderen nodig hebt om gelukkig te voelen. Of dat je maar alleen gelukkig kan voelen wanneer de anderen in je omgeving zijn. Dus actie is nodig. Dat is hetgeen ook hier. Blijf niet zitten waar je zit. Stik niet constant je kop in het water of in de aarde. Maar neem actie. Ga vooruit. En dat gaat jou de kracht geven en de moed geven om jouw leven verder vorm te geven. Om je leven uit te breiden. En om echt leiderschap ook, ik had het dus te boven gelegd, om ook echt leiderschap van je leven te nemen. En dus hier staat erop answer the call. En dat gaat hierover. Luister naar wat jouw team wil meegeven. Luister naar wat de boodschap is. Kijk, hier ook wake-up call. Listen and take note. Listen en luister en neem actie. Ga vooruit. Blijf niet zitten waar je gewoon zit en het idee van ja, oké, ik heb eigenlijk niks te klagen. Kijk, manifestatie. Het is een keuze.
Het is aan jou om jouw gedachten te helen en op zo'n manier vorm te geven dat ze goed zijn, dat ze jou vooruit helpen, dat ze jou beter laten worden, dat ze jou laten expanden, uitbreiden, groeien. Voor nog meer liefde, nog meer welvaart, nog meer mooie magische dingen in jouw leven. Oké, wat heeft deze tweede groep nog nodig om te weten? Ja. Verbind je met je krachtdier, want je spirituele krachtdier is je beschermer en zal je met deze situatie behulpzaam zijn. Dus dat is zo'n symbool, zowel voor inderdaad mensen die met dieren, zoals mijn poes bijvoorbeeld, kunnen communiceren. Of als je met iemand wilt die met dieren communiceert, raad ik ook aan Sarah. Ik ga anders haar kanaal hieronder in de video plaatsen. Je bent ook op het pad van een tweelingziel. En dus dit waar ik nu over heb, heeft ook te maken met het nog veel meer één worden met jezelf, om dan uiteindelijk ook één te worden met jouw goddelijke partner, jouw divine partner, jouw perfecte partner, je spirituele liefdespartner. En het is goed voor, daarom is het ook goed voor jou om liefdesenergie, staat hier, in al haar vormen te zien, ook zoals engelen, auras en visioenen, boodschappen. En dat is hetgeen dat je hier ook heel hard naar boven komt. Dus het is goed, het is oké, het is belangrijk, het is veilig. Het hoort er allemaal bij. Het kan ook goed zijn dat je heel nieuw bent als je naar hier kijkt, dat je nieuw bent op het pad van bewustwording en dat dat eigenlijk jou nog wat angsten bezorgt, omdat je nog heel veel dingen probeert te verklaren die eigenlijk niet te verklaren zijn, maar moeten ervaren worden. Dus niet verklaren, maar ervaren. En angst komt ook altijd voort vanuit het ego die dingen probeert te verklaren die er eigenlijk niet te verklaren zijn. We hebben wat, wacht, hè. Van hier, voilà, oké. Dat zijn van mijn deck orakelkaarten terug naar eenheid en naar liefde, of naar liefde en eenheid. Dat zijn allemaal boodschappen die ik gechanneld heb om als tool te gebruiken in ons proces van bewustwording. Dus als je dat wil, kan je die zelf ook aanschaffen. Of je kan wachten tot volgende maand, juli, doe ik een giveaway en geef ik een exemplaar van mijn vier decks weg. Het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal alle liefde van de wereld sturen, of van het universum sturen. Doe iets voor jezelf. Als je wacht, eindig je met niets. Dat is heel hard hetgeen, de energie die ik ook hier voel in deze groep. Ware liefde is dat je jouw ziel herkent en die van de ander. Kijk, dat is ook hetgeen dat we hier zien, met die tweelingziel. En ook, het gaat altijd ook over jezelf. Je zag het niet komen, je verwachtte het niet, maar je voelt het in je hart. Het is de ene. Kijk, ook opnieuw weer bevestiging van die ene, van die tweelingziel, van die tweelingvlam. Ik ga niet zeggen, want het is nu hier de tweeling van de tweelingziel. Want in eerste instantie gaat de focus op jezelf en werken aan jouw eigen ideeën en dingen waar je tegenaan loopt. Dan, wat kunnen we nog boodschappen geven? Zodanig dat je veel meer je mannelijke en vrouwelijke energie kan gaan omarmen. Wat is die? Ja. Hou focus op je verlangen. Dat is hetgeen dat we daarnet ook gezien hebben. Volg je inspiratie en passie. Kies een nieuwe hobby of herbegin met je oude. En dat is eigenlijk om uit je gedachten te komen en je weer te verbinden met je passie en met je eigen vuur in jezelf. Contrast zorgt ervoor dat je je verlanging helder krijgt. En dat is ook zo. Wanneer je dingen merkt van er zijn obstakels of het is nog niet volledig zoals je wilt, dat is eigenlijk om nog veel meer je visie en je dromen nog veel meer te kunnen fine-tunen. Geld is energie, gebruik het wijs. En verzorg planten en bomen. Maar hier voel ik voornamelijk, ga naar buiten. Ga naar buiten, ga de natuur in en laat de natuur jou helen. Zodanig dat je uit je hoofd en in je hart en in je leven gaat gaan zakken. Je idee over mannen en vrouwen blokkeert je. Laat het afhankelijke gevoel los met de gouden vlam. Dus dan kan je gewoon de gouden vlam aanroepen. En vragen om volledig door je heen te stromen en om het stuk rond afhankelijkheid te helen. Dit of iets beters, dank u. Wat is jouw unieke waarheid in deze situatie? En dat heeft ook te maken met de dingen die we net gezien hebben. En eenheid in jezelf brengt je bewuste relaties. En hing dit ook niet over relaties, lieve mensen? Zo, ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. En dan ga ik dit opruimen en over naar de volgende groep. Dag! Welkom, groep 3. Ik ga nog eventjes de tijd noteren zodat ik het kan in de box hieronder meedelen. We gaan eerst de kaarten uitleggen.
En dan gaan we kijken wat dat jouw boodschap is. Zinnenvloed. Ik heb hier ook één meer dan een andere deck. Dus de Fool. Dan hebben we hier Flow en Energy. Dan Aardsengel Zadkiel. En met Romans en de gouden, gele, oranje vlam. Burst of Magic. Die gaan we hier leggen. En Grant your light, let your soul shine. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Wat ik hier onmiddellijk doorkreeg, is de relatie waar hij vragen over stelt, die is ofwel jouw tweelingvlam, ofwel helpt die, is die in jouw leven gekomen om je verder te helpen op het pad naar jouw tweelingvlam. Waarom? Omdat we hier die twee vlammen hebben. We krijgen hier ook de Indigo-kaart. De Indigo-kaart is ook weer verbonden met het hogere bewustzijn. Want je ziet ook die diamant hier in dat kind. Heeft te maken met het terug naar onschuld, terug naar eenheid, terug naar die onvoorwaardelijke liefde. Maar vanuit de verbinding die we hebben met ons sterrenstelsel, met onze sterrenafkomst. Zeker als je een tweelingvlam bent, dan weet je dat je niet van deze planeet bent. Dat je hier niet de eerste keer geïncarneerd bent, maar dat je eigenlijk al verschillende wijsheden en levens gehad hebt in andere sterrenstelsels. De reden waarom dat we hier zijn, is om de structuren die er zijn, om die via een twist and turn, via de magie, via alchemie, via de liefde, onvoorwaardelijke liefde, om die allemaal te gaan veranderen. En dat vraagt natuurlijk terug, kijk, hier heb je ook 1, hier heb je ook 0, om die relatie waar je nu in bent, eigenlijk te gaan zien als een geschenk. Een geschenk om je nog meer te leren mee te gaan op de stroom, de natuurlijke flow van het leven, de natuurlijke stroom, de natuurlijke golven van het leven. En laat je telkens ook verrassen door de verschillende dingen die op je pad komen, ook door de magie die op je pad komt. Dit is ook een 12-kaart. 12 is samen met 3, 7 en 12. En het cijfer die verbonden is met de creatie van ons universum. En als je 1 en 2 samenbrengt naar 3, dan heb je dat nog een keer. En dat komt ook weer bevestiging voor mij dat dit over een divine connection gaat. Een divine connection die dat je eigenlijk nog meer en meer in de energie, in de aarde, dus in het fysieke mag gaan gronden. Maar let op, ga het niet gaan forceren vanuit de dingen die je kent, vanuit de structuren en de templates die je kent rond relaties. Maar laat het gebeuren, laat het naar je toe komen. Laat het wees diegene die eigenlijk niks weet van relaties. En net zoals een klein kind zo nog vol verwondering is van de wereld, zo word jij gevraagd om in deze relaties te staan en verder te stappen. En dan ga je eigenlijk ten volle kunnen genieten van de romantiek, van de liefde, van de onvoorwaardelijke liefde die er is, maar vanuit wie dat jij authentiek bent. En dus niet vanuit de vervormde versies dat we allemaal proberen te zijn of dat we te proberen te tonen in relaties. Dat is ook iets wat jij gaat ervaren en leren in deze connectie, namelijk jouw copingmechanisme, de patronen die je hebt om jezelf te beschermen, om je hart eigenlijk nog wat voor jezelf te houden, dat die volledig gaan afgebroken worden. Zodanig dat je op een nieuwe manier relaties kan vormgeven. Ja, kijk ook weer die diamant. Zie hoe mooi dat het gespiegeld wordt. Dus deze relatie is er als een teken en hoort bij jouw zielsgroei, bij jouw groei als ziel. Ja, dacht ik al. Kijk. Jij bent zeker een. Kijk, hier ook nog eens. Ook nog eens. Passion. Yin en Yang. Hier, weer opnieuw. Hoeveel signalen moeten er nog zijn? Dus dit is één. Een divine connection. Dus het is een echt een diepe zielsconnectie. Die op je pad gekomen is. Voor jouw pad. Voor jouw zielsgroei. Om stukken rond afhankelijkheid te gaan healen. Zodanig dat je vrijer wordt. Om de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf te gaan healen. Om de passie weer te ontnijden, te laten ontvlammen. En om je nog telkens nog meer, want kijk, het staat er zelfs op, purity and innocence. Om je nog meer zuiver te maken. En dat is hetgeen dat de kosmos voortdurend, dus je realiteit voortdurend
terugspiegelt naar jou. Wat je ook gaat zien in deze relatie, in deze connectie. En weet dat doorheen dat je het pad wandelt, terug naar die innocence, terug naar jezelf, dat je ook beschermd wordt, dat je omgeven wordt door een heleboel energieën, een gigantisch team die voor jou verantwoordelijk is, voor je connectie verantwoordelijk is en ook voor jouw partner of jouw zielsconnectie, dus degene die aan de andere kant van de connectie staat. En dan hebben we hier ook de blauwe energie met Madonna en moeder en mothering. Maar wat ik hier mee, ook meekreeg, was voornamelijk dat het ook ging over healing van die mannelijke en die vrouwelijke energie, maar vanuit het voedende, vanuit de liefde, vanuit de passie die er is en dat je voelt. Welke boodschappen kunnen we nog meegeven naar groep 3? Om terug te keren naar die liefde en die eenheid. Oké, dan zien we dat. Boodschappen zijn. Vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en compassie. En ben aan het denken, compassie, ja, dat was in het vorige, in groep 2 was compassie, hier is trouwens. Wat hebben we nog? Het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. Dat is hetgeen dat we ook hier hadden met Mirrors You. Liefde is een mysterie, probeer het niet te verklaren. Voel en wees liefde. Ja, dat is hetgeen dat ik ook al meermaals gezegd heb. De liefde. Onvoorwaardelijk liefde, zielsconnecties, dat kun je niet altijd verklaren met je hoofd, maar moet ervaren en gevoeld worden. En weet dat elk hartzeer je dichter bracht bij je ware zelf en je opende voor ware liefde. Maar het vraagt natuurlijk van jou om los te laten, die wonden los te laten en nog dieper in te tappen op je essentie en veiligheid te vinden in jezelf en niet bij iemand anders. Als je daartoe geleid wordt, zou zeggen, kijk ook een keer naar groep 2, want daar ga je ook heel wat boodschappen uithalen die jou verder gaan helpen. Zijn er nog dingen om de mannelijke en de vrouwelijke energie meer te gaan omarmen? Nee, oké. Wat hebben we dan? Dus volg je inspiratie en passie. Spreek je waarheid vanuit liefde en respect. En dus wanneer je het wil in je hoofd zet, dan kan je bijvoorbeeld een kaars aanleggen en 5 minuten erin staren. Want dat gaat jou helpen ook te verbinden met jezelf en om meer en meer in het nu te komen. Als mediteren niet echt jouw ding is, dan is dat wel een heel goed alternatief om in het moment en in het nu te zijn. Welke boodschappen krijgen we van de universele vlammen? Dus je kunt sowieso wel met deze universele vlammen gaan werken. Of aards en met aartsengel Zadkiel. Dat zijn de boodschappen die we nog krijgen. Ja, dank u, dank u, dank u. Er zijn er heel wat. Dus laten we het zo doen. Voilà. Beperkingen zijn een illusie. Jij bent oneindig. Omring je met positiviteit, liefde en plezier. Via onze relaties leren we onszelf kennen. Volg een hogere tijdslijn. En hiervoor kan je werken met de zilvergrijze vlam. Dus je roept dan ook de zilvergrijze vlam aan en vraagt om door het volledige systeem heen te gaan. Het is oké om je eigen waarheid te vormen. En zeker in relaties waarin je vanuit nieuwe templates relatie gaat gaan vormgeven, is het om daar belangrijk om ook je eigen waarheid aan te gaan vormgeven. En het enige wat moet, is ademen. En ik word geleid om ook van het eerste dek, want van de goddelijke, van de universele vlammen heb ik 2 deks met boodschappen die gechanneld werden met de vlammen. En zoals je ziet, soms staan er op met welke vlam we werken, soms gaat het echt over een gedachte of een quote of wat dan ook, omdat het echt bedoeld is als tool voor jouw bewustwording, om je echt vooruit te helpen. Oké, ja, ik begreep waarom dat die dat ik deze nog moest gebruiken liever. Omega en Alpha zijn samen nodig voor manifestatie. En dat is ook weer die verwijzing naar die mannelijke en die vrouwelijke energie. Stem elke dag af op je wensen en verlangens. Waarom? Omdat je er dan mee verbindt. En waar je focus naartoe gaat, dat laat je groeien. En niet heel onbelangrijk, maar eigenlijk het belangrijkste van heel die reading. Ontvang source healing via een blauwe roos in je hartchakra. Dus je kunt een blauwe roos, dat is vandaar ook deze kaart.
Want een blauwe roos visualiseren in je hartchakra. Op mijn YouTube-kanaal heb ik hier ook verschillende transmissies al gemaakt die werken met de universele vlam. Dus als je dat niet gewoon bent en je hebt dat nog niet geleerd, dan raad ik je zeker aan om eens zo'n transmissie te beluisteren. Kijk naar toe en welke wordt geleid. En weet ook dat die superkrachtig zijn. Het maakt niet uit of je iets voelt of niet. Ze werken altijd. Als je dan ook nadien dingen voelt of ziet veranderen, weet dat dat dan ook daarmee te maken heeft. Nu, als je daar ook rond vragen rond hebt, of je wilt samenwerken of verbinden met mensen die daarom mee bezig zijn, die weten waar dat je doorheen gaat, dan kan je lid worden van ons membership programma Revolutie via Liefde, waarin dan we wekelijks via Zoom-sessies samenkomen. En je hebt ook afhankelijk van de mate waarin je lid bent, mogelijkheid om uit te maken van de WhatsApp-groep en dan ook een individuele reading en een individuele sessie met mij of mijn coaches te ontvangen. Zo, dat was voor nu. Ik hoop dat je heel wat inzichten weer mocht ontvangen. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. Daar gaat het tenslotte over. Dat jullie mogen leren en dat het nog fun en plezant is onder de weg. Zo, dat was voor deze video. Ik wens je een fantastische week en tot in de volgende. Dag!